Uit ons laat staan. Nog 50 meter. Start Hij geeft toch wel wat meters hoor, die Guy Pompon. En we hebben na de start een galopade voor de 7 Diamond SL. En op weg naar de eerste bocht is er strijd om de leiding. En die wordt gewonnen door Gigolo Butcher. Aan de buitenzijde echter krijgt hij de aanval van Contest Terzijpen. Daarachter goed gestart Johan van der Wal met zijn shake hands. En die kan alle kanten op. Ook een goede start voor Dundee Boko En dat was zijn angstkeekner van Jouden. En achter deze paarden hebben we dan aan de buitenzijde paard nummer 4, Dani Terzijpen. Die krijgt hem iets minder makkelijk. En achter Dani Terzijpen, die nu wel een rug krijgt, komt binnendoor naar voren John de Leo met zijn French Kiss en aansluitingen is er een tweede spoor voor part nummer 5, Lux Valentine. Paard, we gaan op weg naar de verre linkerbocht. En dat doen we met Thomas Bos en Gigolo Butcher die hier het tempo bepalen. Maar er komt een reactie. Want aan de buitenzijde meldt zich daar die nummer 1 shake hands. En aan de binnenzijde komt ter zijpen. Daarachter gaat Dunny om andermaal op maat krijgen. En komt aan de binnenzijde steeds makkelijker naar voren. French Kiss. En achter French Kiss Dani Terzijpen. Die wordt dan gevolgd door paard nummer 5, Lux Valentijn. En achter Lux Valentijn hebben we dan aan de buitenzijde. En die krijgt ook geen makkelijke koers. Uh, paard nummer 8. En dat is dan die Guy Pompon binnen door. Probeert John Dekker zijn geluk te beproeven met diamond SL. Maar ze zijn een beetje aan het kwakkelen, Die paarden daarachter. En inmiddels is er vooraan wat gebeurd. Want daar is naar voren gekomen paard nummer 1. Hands, om het initiatief te pakken. Maar dan komt hij aan. Net als in jouw De Boko aan de buitenkant. Maar toen kreeg Dundy Boken hem op maat. En nu krijgt hij hem wat lastiger. Heeft Thomas Bos op de tweede plaats. Een mooie koers achter Gigolo Butcher. En ligt er ook mooi in aan de buitenzijde. Paard nummer 6. French Kiss. Daarachter de aansluiting voor de vijf. En dat is Lux Valentine. En zo komen de paarden dan weer op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. Tom Kooijman, hij komt daar moeilijk weg uit het derde spoor met Guy Pompon. En we komen in de rechterlijn lijn voor de tribune met nog altijd Shake Hands die hier de zaken controleert. Hij heeft een lengte voor. Op de tweede plaats daarachter Gigolo Butcher. Buitenzijde Dundee Boko. Daarachter gaat nog altijd goed mee aan de buitenkant John de Leeuw met zijn nummer 6 French Kiss. Aan de buitenzijde ook die nummer 8 Guy Pompon. Loopt wel weer een geweldige koers. En dichterbij volgt dan ook nog het nummer 5 van Lux Valentijn. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En het spel komt op de wagen. Waarbij French Kiss aan de buitenzijde naar voren komt. Om die aanval in te zetten op de koploper. Shake hands. Maar ook uh, Guy Pompon gaat nog altijd goed mee. En het wachten is dan op die versnelling van Pols Met zijn nummer 5. En die blijft er uh, niet uit. Want die komt dan in het derde spoor naar voren. Het is aan de leiding. French Kiss aan de buitenzijde. Guy Pompon. Wat loopt dat paard een koers? Zeg. Dat is echt werkelijk ongelooflijk. Vanuit de start van het veld komt dan, dan ook nog de aanval van Lux Valentijn. Maar het is op dit moment voor plek 3. Wat vooraan strijden twee paarden. Guy Pompon aan de buitenzijde, Van aan de binnenzijde. French Kiss die weer helemaal terug is. Maar Guy Pompon, daar stond werkelijk geen maat op vandaag. Wat een winnaar. De acht wint voor de zes. Dan closed de vijfde een, de eende vijf. De aankomstrechter heeft het laatst stoort.